Confetti Regen van Splinter Shabbat. Wat een prachtig verhaal. Het neemt je mee in de wereld van Wobi. En Wobi heeft het gevoel dat hij anders is dan anderen. Dan vooral andere jongens. En hij merkt dat dat hem tegenhoudt om van zichzelf te houden. Hij twijfelt, hij worstelt. Hij komt uit een warm gezin, maar hij merkt toch op school dat hij toch anders is. Het boek is een rollercoaster van emoties. Ik werd er emotioneel van, ik werd er boos van, maar ook gelukkig. En ik denk dat er heel veel herkenbare punten in zitten voor iedereen. En daarom raad ik dit boek aan. Het is een belangrijk verhaal dat verteld moet worden en je vindt hem hier in de bibliotheek.